Wat is voor jou de ultieme kerstgedachte? Gewoon lekker even niets hoeven, heel veel films kijken, open haard aan, mooie tafel dekken met mensen die je leuk vindt. Oh, ik vind kerst zo leuk. Ik ben echt de ultieme kerstfreak. Echt op zijn Amerikaans, lichtjes overal, bomen veel te groot en gewoon hysterisch kerst. Familie, buiten eten. Eten is ook lekker, hoort er ook bij. Maar familie is wel heel belangrijk. Kerstavond is voor mij altijd hetzelfde, traditioneel. Altijd bij mij thuis. We gaan eerst naar de nachtmis in de kerk. Daarna thuis een cadeautje uitpakken, kerstbrood eten, chocolademelk drinken. En dan wordt het vaak 1, 2 uur 's nachts en dan gaat iedereen slapen. En dan zie ik daarna wel weer. Maar de kerstavond is altijd traditioneel hetzelfde. Altijd familie bij mij. Dat vind ik wel gezellig. Ik ga naar mijn huis in Barcelona. En ik rij op 24 december op mijn verjaardag naar mijn zusje toe. Want die woont in Denia. Dat is bij Valencia in de buurt, ook in Spanje. En dan ga ik dan heerlijk mijn verjaardag met taphandjes vieren. Dan gaan we de dag daarna met het hele gezin van mijn zus gaan we lekker uit eten. In de haven daar, bij een heerlijk restaurant waar we graag komen. En de dag daarna rij ik weer terug naar mijn eigen plekje. Dan ga ik lekker rommelen. Wij gaan gewoon heel erg genieten met familie en natuurlijk ons zoontje. En voor de rest gewoon lekker chillen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet echt van de kerst, maar ik vier het wel gezellig mee en dus altijd lekker eten. Dit jaar met kerst ga ik eerste kerstdag naar mijn ouders. En dat moet even een beetje wennen, aangezien mijn broer op wereldreis is. En normaal gesproken is kerst echt natuurlijk familie. En nu is het een beetje uitgedund. We zijn er maar met een klein groepje. En de tweede kerstdag ga ik naar Bastiaan van Schaik. Die gaat lekker met een groep vrienden. Gaan we lekker koken en lekker met cadeautjes bij de boom. Dus eigenlijk gewoon een heel gezellig kerstfeest. Ik doe eerste kerstdag heel braaf familie, maar dat is prachtig. En de tweede kerstdag met vrienden. Kerstmis blijf ik lekker thuis met mijn vriend en die kan zo geweldig koken, dus ik hoop dat hij weer een prachtig diner van maakt. We zouden eigenlijk naar Engeland gaan, want daar woont het meeste van de familie. Mijn vader, daar gaat het ietsje minder mee, dus we moeten even afwachten hoe dat gaat. En dan blijven we waarschijnlijk toch in Nederland, maar wel met familie. Mijn plannen zijn kerstavond thuis en dan te veel cadeaus onder de kerstboom. En dan gewoon van alles en sokken ingepakt, maar zolang er maar heel veel van die cadeautjes liggen, dat staat zo gezellig. En eerste kerstdag brunch met mijn moeder en s'avonds eten met vrienden. Ik vind het leuk om gewoon veel dierbaren te zien. Familie, vrienden, met mijn hond veel leuke dingen doen. Gewoon echt heel corny, clichématig kerstvieren, maar heerlijk. En lekker veel eten. Met de familie. En mijn ouders wonen in Frankrijk. Eerst gaan we naar de familie van mijn vriendin. En daarna trekken we door naar Frankrijk en dan vieren we daar verder. Ik denk vrij traditioneel met familie dit jaar. Dus gewoon met z'n allen. Werken. Beide dagen werken. Ik moet optreden in een restaurant in Bergen. Ik neem de familie mee de eerste dag. En de tweede dag dan ben ik daar eigenlijk alleen. Wat is de ultieme kerstkraker voor jou? White Christmas. Nou, ik denk toch wel dat liedje van Mariah Carey dan. Als ik aan een kraker denk, dan word ik altijd standaard vrolijk van. En daar krijg ik nooit genoeg van ook. De krakers zijn toch wel All I Want for Christmas en Last Christmas. Maar ik vind zo, Happy Christmas is dat van John Lennon, die vind ik nog wel het mooist. Ik geloof dat, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het ultieme kerstnummer voor mij is geloof ik echt Driving Home for Christmas van Chris Rea. Maar dat is ook omdat ik de boodschap zo mooi vind. Ik kan me zo voorstellen dat je ergens ver weg bent en dat je graag thuis wil zijn met kerst. Ik heb zelf altijd heel veel moeten werken, ook met kerstdagen. Dus dat gevoel komt misschien bij mij net even iets meer over dan bij een ander. En dan die warme stem van hem erbij, ja, top.